Nou, het is zondagmorgen, het is de prachtig weer vandaag. En ja, vandaag is het weer watercheckdag. Hè? Dus nou, alles bij de hand. De Anna checken voor de nitriet. Ik ben al begonnen met de ammonia te meten. Nou, de nodige zakjes om te kalibreren, zowel een pH-meter als de Anna TDS-meter. En vandaag wordt het het bijvullen van de bacteriën. Dus nou ja, ik ga er een heel filmpje van maken. En nou, kijk maar. Nou, inmiddels is de ammonia gemeten op low. Dus dat is niet te meten. Dat betekent dat hij onder de 0,03 zit. Dus dat is goed. De Anna wordt gekalibreerd, zoals je kan zien. In de vloeistof. Het is gekalibreerd op een temperatuur van 22,8 graden. Want dat meet hij natuurlijk ook, want dat heb je echt nodig. Want anders dan gaat het natuurlijk mis. Ja, de TDS die begint behoorlijk laag te worden. En dat is natuurlijk niet normaal. Eerlijk is eerlijk, maar dit heeft te maken met... met de osmose machine die draait nu sinds anderhalve maand. Dus is mijn TDS gezakt van ruim 195 naar inmiddels 132. Dus dat gaat goed. Nou, de checker geeft een nitriet van 2. Dus ja, verwaarloosbaar. Nou, we staan hier bij de grote opgroeibak buiten. Ja, dat is een zware bezetting. Dat zie je zo niet, maar daar zitten echt een stuk of 30 vissen in. Allemaal, ja, middengroot tot groot en nog 3 steuren. Ja, die moeten straks aan de natuurvijver. Maar hier gaan we ook het water meten. En ja, dit loopt eigenlijk ook mee in die test. Uiteraard alles ingevuld nu in de pondmanager. En je begint nu toch wel, als je iedere week die waardes erin gaat zetten, ga je toch wel leuke patronen zien. Ik heb even de hoeveelheid voer en de TDS, de ORP en de temperatuur eruit gehaald. Omdat die, ja, anders dan beïnvloedt dat te veel de grafieklijnen van die andere waarden. Maar wat je wel mooi kan zien is dat het nitraat is eigenlijk weg. Weg. Dat heeft ongetwijfeld komt dat door de RO-machine. Dat kan eigenlijk niet anders. Het zuurstof, dat blijft hartstikke goed op niveau. Terwijl toch de temperatuur van het water aanzienlijk hoger is. De pH begint mooi te zakken. Nou, nitriet, dat heb ik eigenlijk nooit gehad en dat is er ook niet. Ik had nu een waarde van 2 op de Anna checker. Dan heb je iets van 0,0007 of zo. Nou, het, ja, dat is gewoon mooi om te zien. Dan kan ik eens kijken of ik die TDS ook opzetten. Kijk, dan zie je de TDS, die begint ook mooi te zakken. Ook natuurlijk vanwege de osmose. Ja, alles bij elkaar. Ben ik natuurlijk dik tevreden over de waterkwaliteit. Gaat echt goed. Nou, jullie hebben wel gezien dat de waterwaardes die zijn perfect. En maar ja, we zijn nog maar net begonnen. Ik bedoel, het lijkt wel dat we al midden in de zomer zitten. En dat heeft natuurlijk alles met de temperaturen te maken. Maar de werkelijkheid is dat we eigenlijk nog maar aan het begin van het seizoen zijn. En je vissen zijn ook eigenlijk helemaal nog niet klaar om volle bak het seizoen in te gaan. Wel iets om even te onthouden. Nou, ik wil toch even met jullie de balans opmaken van ons balansproject. En dan met name waar het gaat om, kijk, die TDS en dergelijke, wat je net hebt gezien,
dat zal zich moeten vertalen aan het eind van het seizoen van, ja, wat doet dat nou, wat heeft dat nou met je vissen gedaan? Maar het voer, de bacteriën, is wel belangrijk om even, ja, even de balans op te maken. Gewoon even te kijken waar we staan. De biogrow. Ja, dat is toch wel een onverwacht, heftig verhaal. Maar heftig positief eigenlijk. We kennen natuurlijk allemaal wel de verhalen, ook in de kooiwereld. Van ja, die flessen met bacteriën, ja, dat is eigenlijk alleen maar water. En er zijn ook testen die dat hebben aangetoond. Hè. Dus het is niet zomaar een verhaal, het is ook echt aangetoond dat dat zo is. En Biogrow, die hebben eigenlijk vanaf het begin met ons altijd gezegd van, ja, bij ons niet. Bij ons zitten er echt bacteriën in. En deze flessen met het oranje label, die zijn geschikt voor 100.000 liter water. Je hebt ook, zeg maar, de groene labels, die zijn voor 25.000 liter. En dan hebben we nog paarse labels voor 250.000 liter. Met andere woorden, hier zit vier keer zoveel in als in de normale verpakking. En waar wij nu achter zijn gekomen, gedurende de, zeg maar, die eerste 2 maanden van de test, is dat Biogrow dat dus echt waar maakt. En wat maken ze waar? Ja, dat te veel bacteriën in de fles bacteriën zitten. En wat gebeurt er nou? Kijk, die Biogrow 1, even om dat even terug te halen voor iedereen. De gedachte daarachter is het aanpakken van zweefvuil. Dat zou dan ook een vervanger voor klei bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar dat was maar één stukje van het verhaal van de nummer 1. Want de nummer 2, ja, dat is dan minder spectaculair. Maar wat spectaculair is dat er heel veel van in zit. Dus dit zijn gewoon je filterbacteriën. Dus de nitrificerende bacteriën, de nitrosomonas, de nitrobacter, de nitrospira, dat zit hierin. Maar wat we hebben geleerd in de seminars van de afgelopen winter, waar we echt deskundigen van buiten de kooihobby ook aan het woord hebben gelaten, maar ook de ontwikkelaar van Biogrow, is dat die nummer 1 en 2, die gaan in symbiose met elkaar in het filter. Dus kijk, je filter heeft natuurlijk de grootste oppervlak waar bacteriën zich op kunnen vestigen. En vandaar dat bacteriën zich daar dan ook op vestigen. En die nummer 1, die versterkt in feite de werking van je nitrificerende bacteriën. Dus, nou ja, dat zal dan in de loop van het seizoen moeten blijken. Ik bedoel, ik heb zelf inderdaad geen ammonia, geen nitriet. Ja, het is, terwijl ik toch al op een 1,3 kilo voer in deze vijver zit. Waarbij, ja, 3 ons met de hand en de rest met de machine. Ja, en dan hebben we nog de nummer 3. Ja, dat is, zeg maar, de verwijderaar van organische vervuiling op de bodem, op de wanden, in je leidingwerk. Ja, en wat is daar dan bijzonder aan? Nou, bijzonder is, normaal, iedere vijver heeft dat op een gegeven moment wel. Iedere vijver krijgt op een gegeven moment de organische vervuiling in zijn systeem. En dat is dan waar het mogelijkerwijs de shit begint, want daar gaan zich dan bacteriën op vestigen. Ja, want daar vestigen zich altijd bacteriën op, want je hele vijver is vol met bacteriën. Maar daar vestigen zich dan bacteriën die je eigenlijk niet wil. Want dat zijn dus, zeg maar, de ziekmakende bacteriën voor je vissen. Dus als jouw vissen, ja, net een beetje te veel stress ondervinden en net niet de weerstand hebben die ze zouden moeten hebben, ja, dan kunnen ze daar dus ziek van worden. Nou, die nummer 3 is een niet-pathogene bacterie. Dus die is niet ziekmakend, want dat maakt dus Biogrow, ja, dat maakt het dus wel anders, met name in die 1, 2, 3. Dit zijn allemaal niet-pathogene bacteriën. En dan zou je zeggen, ja, maar dat is toch logisch? Ja, nee, dat is ook logisch. Maar als jij bacteriën produceert, ja, dan zit daar natuurlijk wet en regelgeving aan. En de wet en regelgeving die stelt gewoon, ja, jij mag wel bacteriën produceren en verkopen, maar die mogen niet schadelijk zijn voor mens en dier. Dus in die zin is dat best wel een fijn systeem. Maar we zijn er nu achter gekomen, want dat is iets wat ik eigenlijk wil delen. Als je nou die 1, 2 en 3 in je vijver gooit, en dat gaat dan één keer in de maand, zeg maar,
want dat is dan zeg maar het gebruiksvoorschrift, dan gooi je letterlijk een bacteriebom in je vijver. En we hebben het er ook al over gehad met Siebes. Siebes is natuurlijk iemand die al jaren die Biogrow gebruikt. Ja, jouw vissen gaan daar gewoon op reageren. Dat is gewoon, die reageren op, dat zijn natuurlijk bacteriën. Ze zijn weliswaar niet ziekmakend. Maar ja, het is natuurlijk gewoon een verandering in de omgeving als daar ineens miljarden, honderden miljarden bacteriën in zo'n vijver komen. En een van de gevolgen kan zijn dat die vissen heel erg loom worden. Of bijvoorbeeld zelfs op de bodem gaan liggen gedurende een aantal dagen. En dat hebben we dus bij toch wel een aantal deelnemers, een groot aantal deelnemers wel gezien. En ik heb het zelf ook ondervonden dat mijn vissen inderdaad een stukje slomer zijn, wat minder gretig op het voer. Nou, een van de deelnemers aan ons project, die heeft het nu anders opgelost. En die heeft gezegd, ik doe eerst de nummer 1. 5 dagen later de nummer 2 en 5 dagen later de nummer 3. Samenvatting, probleem opgelost. Dus hij heeft geen reactie meer van zijn vissen. Die vissen kunnen het dan uitstekend aan. En ja, dus eigenlijk. Dan doen de bacteriën, lijkt het ook, alsof ze beter hun werk doen dan wanneer je ze allemaal tegelijkertijd erin gooit. Nou, wat het onder andere doet, het haalt mensen met draadalg, die hebben geen draadalg meer. Het haalt inderdaad vervuiling weg. Ja. Kortom, tevreden, maar we gaan nu wel aanpassen. Dus ook ik over 3 weken, dan ga ik dat op de PIM-methode ga ik dat doen. Nou, wat het voer betreft, Kiyomizu, ja, dat vinden ze gewoon geweldig. Ja, ik gebruik hier dan de Jumbo, ook op de automaat. Maar vooral op de automaat eigenlijk, want ik voer bij met de hand. Met zinkend voer, dat is dan zinkend adult. Maar het Kiyomizu Jumbo, ja, dat gaat gewoon prima. Maar omdat het seizoen nog maar zo kort begonnen is en ik heb nu weliswaar geen nitriet, maar ik wil straks in augustus, september, ja, dan komt er een beetje meer voer. Dan zijn die vissen natuurlijk volop voorbereid op wat er gaat komen. Ja, dan moet er... gaan doen wat de bedoeling is. Want het zou de bedoeling moeten zijn door minder eiwitrijk voer te gebruiken. Dat die vissen wel maximaal groeien. Maar dat er gewoon minder vervuiling in je systeem komt. Omdat je gewoon niet, omdat alle eiwitten eigenlijk verbruikt worden door die vissen. Zoveel mogelijk. Nou ja, en dan heb ik nog het adult voer zinkend. Ja. Nou, kan je wel zeggen dat ik kan het wel eens kijken of er iets gebeurt, want ze hebben het net gekregen. Maar dat zinkend voer, ja, dat vinden ze ook wel lekker hoor. Ik bedoel, je kan het zien. Dat het bij wijze van spreken de bodem niet haalt. Ja, ze zijn er echt dol op. Maar het is wel even genoeg zo. Want ja, wat ik zeg, ja, ik doe het iedere ochtend en iedere avond. Gooi ik dat zinkend voer erin. En ja, dat vinden ze echt geweldig. Maar op de andere vijver, daar voer ik met... adult drijvend en ook het adult zinkend. Daar gaat ook 1,2 kilo in. Hè. Ik bedoel, dat is weliswaar niet zo'n spectaculair systeem als filtersysteem als hier. Maar op die combi met een trikkel en die verwerkt het ook. Dus dat gaat goed. En dan heb ik in de opgroei binnen de juvenile. Dat is natuurlijk gewoon een groeivoer. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Maar dat werkt ook geweldig. Dus de tussenstand, de balans opmakend.
de Biogrow en de Kiyomizu. Ik ben er dik tevreden over. En de waterwaarden laten het zien. En de vissen, ja joh, die gaan fantastisch. Dus ja, wat wil je nou nog meer?